Yo beste kijkers van Den Aden, welkom terug bij Fallout 4 op mijn kanaal. Vandaag gaan we verder met de Nuka World Expansion op mijn kanaal. Het is aflevering 91 alweer. Het is echt insane. We gaan ook wel lekker met de expansion hoor, tot nu toe. Ik hoop dat jullie tot op heden nog steeds genieten. Het is een mysterieuze expansion, vind ik. Aangezien elke attractie zo zijn eigen verhaal heeft en je binnen in de attractie vaak ook achter gesloten deuren waar staat employees only. Daar vind je best wel interessante dingen. En natuurlijk zijn de attracties zelf echt fucking goed vormgegeven. Maar er hangt ook wel echt een mysterieuze sfeer in elke hoek van dit park, zeg maar. Hey. Kijk, je moet dus ook gewoon in de prullenbakjes kijken, want ik vind gewoon tokens en tickets. Laten we aan het begin van deze nieuwe video een nieuwe attractie ingaan. En deze attractie... Oh, ik word meteen door de turrets geknald. Dit is de Spacewalk. Dus ja, laten we hier maar gewoon heen gaan. Ik hoop dat jullie allemaal zin in hebben. De serie nog steeds supporten en like achterlaten. En let's go, jongens. Boom! Door de muren heen, door de Mysterious Stranger. Dat is echt een hele Mysterious Stranger, door muren heen. Wat een mafketel. Oh, ik dacht, wat de fuck is dit? Het is gewoon een bosje dat helemaal door de wind waait. Ik dacht, er komt echt een monster op me af, gewoon. Oké. Wat hebben we? De Galactic Zone. Wat is dit? Is een exit. Dit is een exit van de Robco Battle Zone. False alarm. Standing down. Nou, ik wil natuurlijk wel via de ingang naar binnen. Out of order. Alright. Whoa, whoa, whoa. Earth is under attack. We are only hope for survival. Ships are now boarding. At Nuka Galaxy. Engaging hostile target. Zo, hij is echt een goede vriend van me aan het begin van deze video, jongens. De Mysterious Stranger komt veel bezoek. Kijk, op afstand had ik deze al kapot geschoten. De Robco Battle Zone. Het zou echt tof zijn wanneer dit het allemaal weer doet en je gewoon bijvoorbeeld een ritje kan nemen. Ik kijk hier even goed rond, ik weet niet waar ik allemaal heen kan. Het is in ieder geval de Robco Battle Zone. Aha, kijk, daar kan ik nu echt naar binnen. En dit was de Handy World. Inderdaad, een handyman. En dan zijn armen waren... van die karretjes, een soort octopus, maar dan met een handyman. Grappig gedaan. Als het goed is ben ik hier ook al geweest, toch? Of niet? Tokens for the Midway Games are available at any one of the Mark token dispensers in Dry Rock Gulch. Hey. What the fuck?
Waar ben ik nou weer dan? We gaan even op de map kijken hoor. Oh, ik loop hier nu gewoon het gebied uit, zeg maar. Dit is waar de Nuka World Galactic Center start, maar dan vanaf de andere kant gezien, zeg maar. Hier, dit is de andere ingang, de Galactic Zone. Je ziet gewoon dat ze hier een settlement wilden opbouwen. Traders zijn hier een pittige periode actief geweest, maar het is gewoon op een bepaald moment fout gegaan. Gek om te zien. Wat is dit voor plant? Fever Blossom, een nieuwe plantsoort. Nou goed, dit is allemaal een nieuw gebied. Dit gaan we straks doen. We gaan allereerst de attracties af. Nog in de Galactic Zone. We gaan natuurlijk elke zone afronden. Voordat we pas weer naar een nieuwe gaan. Dit gaat naar de Nuka Galaxy en Star Control. En dit is naar de Battle Zone. Nou ja, de Star Control heb ik al gedaan. Die Galaxy geloof ik ook. Dus laten we hier naar binnen gaan. Ik ben benieuwd. De Robco Battle Zone. Vet man. Ik krijg echt een beetje die Bioshock feel hier, man. Welcome to the Robco Battle Zone. Please find a seat. Our next show begins in just 5 minutes. Volgende show start in 5 minuten. Oké. Okay. Ik ga straks echt even... Wow, hele ticketrol. Law-abiding citizens will not be harmed. What? What? Fucking hell. Fucking hell. Phew. Dat ging net goed. Intruder, identify yourself. Your cooperation is requested. Ze zijn zo verdomd OP ook, hè? Dat is niet normaal. Wow, oké, ik merk dat ze echt niet tegen ijs kunnen. Alright, dit was even chaos aan het begin van de video. Laten we even deze deur openen. Expert lock, daar kan ik echt vet veel tickets vinden. Yes. Description to designated law enforcement authorities. Oké, een cap stash, altijd mooi. Hey, ik had hier eerlijk gezegd wel een Star Core verwacht, nu ik dit hele ding zo zie. Maar nee, wat we wel kunnen oppakken is deze ticketrol van 950, dat is altijd mooi natuurlijk. En we hebben hier nog een muurkluisje. Die openen we echt vrij simpel. Er zit ook niet echt heel veel bijzonders in. Maar goed, cool, opgepakt allemaal. Laten we even een quick save maken, mocht het fout gaan. Dan laten we gewoon rustig verder gaan hier exploren door deze attractie heen.
De Robco Battlezone. En ik merk, ik heb dus gemerkt nu. Oké, okay. Er zitten echt goede dingen in de prullenbakken. Goed checken dus. Ik heb dus gemerkt dat ze echt niet tegen ijs kunnen. Ze kunnen echt niet tegen dit ijswapen. Dat komt perfect uit. Het leek wel een soort show die de robots gaven. Wat? Hij lag op de grond. Ik dacht dat hij al lang dood was, joh. Boom. Yeah. Wow! Heftig. Wow. Was dit een sprinter? Wat was dit voor... Ik weet niet eens wat voor soort robot dit überhaupt was, maar dat maakt het niet uit. We hebben het neer en ik denk dat het belangrijk is dat we het neer hebben, want het zag er wel moeilijk uit eigenlijk. Zo achteraf gezien. Oké, even goed kijken. Een Starcore, dat komt altijd mooi uit. Dankjewel. 1 van 6 hebben we er gevonden, damn. Volgens mij is dit gebied dus pittig groot nog. Hé, hey, wat vind ik hier? Robco. Battlezone Key. Kijk, dat was me nog niet eens opgevallen. Het was zo klein. Gelukkig vind ik het net. Toppie! Kijk, dit was natuurlijk de uitgang. Niet slim dat ik het deed. Maar goed, die sleutels werken dus voor een makkelijke in- en uitgang. Dus we gaan natuurlijk gewoon weer naar binnen. En dan gaan we echt een soort van magazijn van de attractie in. Dan gaan we achter de schermen bij de Robco Battlezone. Ben benieuwd, tot nu toe was het al echt tof hier. Dus ja, alright, let's go. Cool. See employees only. Hey, 2 Starcores. Ladies and gentlemen, are you ready for incredible action? Uh-oh. Are you ready for thrilling battle? Are you ready to see the latest robots fight it out in the ultimate showcase? Then it's time for the Robco Battle Zone! Fucking hell. Waarschijnlijk komen er nu allemaal robots aanvallen. With their cutting-edge laser technology, watch as the Galactrons make short work of these iBots. Fuck. What a show! Can anything challenge the Galactron? Get ready to find out! It's time for a head-to-head matchup with the mighty Novatron! Perimeter movement detected. Possible stealth unit in the AO. Fuck! An armor type reacquired. Fucking hell! Nee, de deuren gaan dicht.
Fuck, het kruipt achter me aan. Check hoe fucking eng het is. Phew. Het kroop echt achter me aan. Zo'n vieze nazi-zombie gewoon. Hier nog eentje. Fuck. Oh man. Shit. And now, the fight you've all been waiting for. The ultimate in high-end robotic engineering. The one, the only. Robco Space Sentry. Fuck my life. Engaging hostile. Nee! On the lower level. Don't forget to stop by the Robco gift shop to pick up your very own souvenir from today's fight. Thank you for visiting the Robco Battle Zone. Oh fuck, komt ie aan. Wild kruipt weer. Ik kan het hacken. Shutdown unit. Hij kwam net op mijn toekie. Prachtig. Wat gebeurt er allemaal? Zo super cool ook. Ik had hem echt net gehackt, want ik heb gewoon die enemy gehackt. Dus eerst gestaggerd met de shotgun, toen kon ik hem hacken. Ga ik weer initiate self-destruct. Here we go! Man, wat een prachtige methode. Oh, ik hoopte niet dat jij nog leefde, anders... Oeps. Even serieus, als hij nog leefde. Nee, ik denk het niet. Het is gewoon een trader. Fuck die guy ook. Nuka-Cola Victory'tje. Nou, prachtig. Wat een game, mannen. Oh, is een error. Vier van de zes nu.
Oh ja, wat zat hierin? Oké, nou, jezus, we hebben echt veel gedaan al. Maar ja, waar vind ik die overige... Oh, hier misschien. Dit is de plek waarschijnlijk. The place to be. Hier werd alles geregeld. Ik kan me niet vertellen dat er nu nog eentje is. Jawel. Het is gelukt. Ik heb ze allemaal. Got it. Oké, okay, damn guys. We hebben dus alles verzameld hier. De complete attractie uitgespit. We hebben alles verslagen. We zijn midden in een gevecht beland met robots die echt redelijk sterk waren. Dus holy shit. Wat we nu kunnen doen is alle star controls die we hebben gevonden. Star cores, sorry. In de mainframe stoppen. Ik hoor een redelijk gevecht op de achtergrond. Ik weet niet wat er gebeurt, maar oké. Okay. Oké, okay, 15. Nu gaan we even de linkerkant op, want ik heb er al heel veel op de rechterkant geplaatst. 15. 16. 17. 18. 19, 20. Ja. Yeah. Sick hoor. Oké, okay, nu heb ik geen Star Cores meer bij me. Eens kijken wat de mainframe dan nu dus kan gaan doen. De reboot sequence. A fault has been detected in the defensive mode. Deactivate defensive mode. Oeh, 21 heb ik er van de 35 in totaal. En dan kan ik op full functionality draaien, zeg maar. Ah, please install additional star cores to proceed. Ah, jammer. Anders kon deze display open. Dat is toch awesome. Maar als het goed is, werkt die lift hierboven wel. Want daar staat nu ook een markering op. We gaan even checken, jongens. Even checken. Wat gebeurt er hier? Wat kan ik doen? Oh ja, de disciples, de operators of the pack. We gaan natuurlijk voor de operators. De pack zijn de mannen met de knuffels aan hun been gebonden. De disciples zijn de blood and gore viezerikjes. De operators zijn de mannen waarvoor ik werk. Yes. Dus zodra je binnenkomt, kijk, zie je rechtstreeks vanaf daar kom je binnen. Je kijkt rechtstreeks naar deze vlag. Star Control is daarmee gecomplete. Super sick. Nog steeds is de Nuka World main power out, maar je ziet dus wel dat ik nog een overzicht heb van dat ik 21 van 35 star cores in totaal heb. Dat is natuurlijk mooi. Je ziet dat je steeds meer star cores aan het installen bent en als dat dan eenmaal lukt, dan heb je waarschijnlijk uiteindelijk full functionality, oftewel dan zal alles in dit gedeelte van het park weer werken. Tenminste, attracties zijn natuurlijk wel kapot, maar sommige dingen zullen wel echt werken. En dan heb je waarschijnlijk muziekjes en lampjes die aanstaan en zal de gang hier ook langzamerhand gaan leven. Gok ik, hoop ik. Want zo ziet het er dus nu gewoon uit. Starport Nuka met de vlag van de operators, want daarvoor ben ik aan de slag.
heel tof. We gaan eens kijken bij hoe het er nu uitziet voor de quest. De Galactic Zone staat nu een vinkje bij. Die hebben we dus in ieder geval gefixt. Nuka Galaxy ook nog. Damn, ik kan hier best wel veel doen hoor nog. Maar goed, Precious Metals als een side quest voor later. Daar ga ik in ieder geval van uit. Wat ik eventjes ga doen, is deze outro van de video. Dus zeg maar de ending van deze gehele part. Nog eventjes een Operators missie doen. Dus het is een permanent solution. Kill Raider Survivalist in Evans Way. Call the Zack. Dat is dus echt een missie, een questline puur voor de Operators. Om weer korte metten te maken met bepaalde targets. En dit speelt zich ook vaak af buiten Nuka World. We hebben dus de Galactic Zone overgenomen voor de Operators. En ja, wat ik voor de rest kan doen, misschien staat het nog bij Miscellaneous, is dat ik natuurlijk deze mainframe aan de praat wil krijgen. Ik heb nu 21 Star Cores van de 35. Dus ja, ik kan hier redelijk wat doen naar mijn idee. Volgens mij staat dat dan dus ook bij Miscellaneous, zie je? Finish repairing the mainframe. Yep. Nou, dat komt wel goed, maar dan dus op latere zorg, zeg maar. Dus ik ga hem ook uitschakelen dan. Zo. En dan zet ik deze ook eventjes uit. We gaan een permanent solution doen en het speelt zich af in de Commonwealth. Dus daarmee eindig ik de aflevering. Hoop ik dat jullie weer hebben genoten en let's go. Man, dat gebeurt er dus als je je controller laat vallen. En hem in mid-air opvangt. Welkom in Diamond City. We gaan meteen ook weer de deur uit. Want het speelt zich af voor de deur van Diamond City. Niet in Diamond City. Ik weet niet waarom je me er hierheen stuurt. Maar het speelt zich net buiten Diamond City af. En het gaat om een groepje raiders. Die gevestigd zitten vlak bij Diamond City. De operators leader wilde graag van af. Dat is dus die blonde dame van de operators. En ze heeft ons erheen gestuurd. Als de overboss van Nuka World zijnde. Ik weet niet waarom ik als boss zijnde zoveel shit doe. Het lijkt me juist dat je als baas zijnde mensen onder jou hebt die alle vuile klusjes voor je oplossen. Blijkbaar doe ik het zelf. Oké, een expert lock. Let's go. Oh, dat ging snel. En nice. Simpel. Wow, quick save. Oh, timing key. Wat is dit voor slecht accuraat wapen? Oké, doei meneer de raider. It's called shooting straight, rookie. Zo. Doeg. En het is al vrij snel gefixt. Wat had hij bij hem voor wapen dan? Dit ziet er wel goed uit. Ja, wel een beetje weird trouwens. Nou, het is zojuist gefixt. Dat ging vrij snel. Het enige wat we nu moeten doen is dit alweer reporten aan mevrouw de operator leader. En dan zien we wel weer wat ze als volgend klusje voor ons heeft. Maar deze raiders zijn alweer allemaal opgelost. Joy, zo moeilijk is het allemaal niet. Het zijn maar een stelletje saaie raiders. Ik dacht over mijn hand als een godver, just to see if I could do it. Made some good moves, boss. Guess Gage knew what he was doing for once. Oké, ik kreeg van hem al een compliment over dat ik het goed heb gedaan. Wow, een speciale. Quartz trouwens. Laten we gewoon even gaan chillen met haar. Zo typisch, en dan gaat zij opstaan. Oh man. Waarom doet elke fucking NPC dit, jongen? Chalk another one up for the... Well.
I was gonna say good guys, but you know what I mean. Back at last. And not much worse for wear. There you are. Anyone who goes up against operators us, pay we know what hit us. There's another job that could use your skills, boss. Would you want in? What's happening? A contact of ours is looking to have someone punished. Publicly. Apply this shock collar to her. If you can do it without being detected, wonderful. Otherwise, feel free to pummel her into agreement. Sounds fun. Good to hear. We'll be waiting. Quite the upgrade over Coulter, aren't you? Ga maar even zitten. Misschien kan ik ook nog wat bespreken over het feit dat ik vlag heb gegeven voor hun. Hey there. Things proceeding with the job over boss? I can count on you taking care of it. I'm working on it. Then I'll let you get back to it. Ik weet niet waarom, maar ik voel een seksuele relatie ontstaan tussen ons twee. We'll take care of the territory, boss. After all, you put it in good hands. Aha, kijk, dat is al duidelijkheid. We'll take care over the territory, boss. Dus ze gaan zeg maar het nieuwe gebied dat ik voor hen heb overgenomen, gaan ze al langzamerhand intrekken. Ja, dit zijn officieel de meest toffe sfeer raiders naar mijn idee. De disciples zijn veel te vies. De pack is veel te dom. Dit is een precies goede tussenweg. Tenminste, naar mijn idee. Weet je ook nog die jazzy vibe, weet je wel. Ik vind het wel cool. Hey, jongens, bedankt voor het kijken. Het liken, de support. Ik ga je zo snel mogelijk terugzien in een volgende aflevering waarin we een nieuw gebied gaan intrekken. De Galactic Map. De Galactic Zone is afgerond. We hebben weer een nieuwe missie. Voor de operator zelf. Weer een vieze taak die wij moeten doen. Een klusje die we moeten clearen voor mevrouw de leider van de operators. En dan gaan we daarna een nieuw gebied intrekken. Om allemaal Star Cores te verzamelen. En die Star Cores stoppen we weer in de mainframe. Tot uiteindelijk het park is vol. Voorzien van stroom. Hoe cool is dat? Hey jongens, thanks voor het kijken, het liken. Ik hoop dat jullie het awesome vonden. Show die support en tot de volgende video. Yo.